In de Riem Acqua FEI World Cup dressage op Indoor Brabant. Edward Gal ging er met de overwinning vandoor. En hij zit hier naast me. Ruim 82% Edward. En ik denk dat we wel kunnen stellen dat je hier helemaal jouw weekend hebt. Ja, tot nu toe heb ik een mooi begin van het weekend, moet ik zeggen. Ik had vanmorgen ook met Clocks Voice de andere Grand Prix gewonnen. En nou met Clocks on the Cover deze Grand Prix. En ik moet zeggen, ik had ook een heel fijn gevoel. Hij bleef mooi bovenin, mooi de neus eruit. En ik kon de oefeningen goed afwerken. Ik had alleen een fout in het begin bij de tweeërs. Maar dat kwam eigenlijk een beetje door mezelf. Want ik ving hem eigenlijk iets te veel op, waardoor hij te veel ging zitten. Daardoor kreeg ik een beetje spanning. En op het moment dat ik mijn wissels wou beginnen, werd hij net iets te hectisch. En daardoor had ik eigenlijk fout. Dat was wel jammer. Maar goed, voor de rest gaf hij mij een heel fijn gevoel. En ik kon alles mooi afwerken. En ik ben gewoon hartstikke blij, zeg maar. Ja, dat kan ik geloven. Hij zag er voor zijn doen ook heel ontspannen uit, vond ik. Ja, en terwijl ik op het voortrein nog een beetje zo druk, vooral toen ik van het losrijden naar de voorarena hier kwam, toen werd hij een beetje druk, maar in de ring eigenlijk viel me dat reuze mee. En dat is wel echt fijn dat je nu ook veel meer op kan vertrouwen dat hij ook al is hij dan misschien gespannen nog, maar wel in zijn lijf ontspannender wordt tijdens de proef. Ja, vond ik ook mooi om te zien. En ook met Voice vanochtend nog. Die heb je in Göteborg gestart. Ja. En daar ging die al heel goed volgens mij. Vandaag nog een slagje beter, had ik het idee. Ja. En het is eigenlijk een totaal ander paard geworden dan die we afgelopen zomer op de Wereldruiterspelen zagen. Hoe komt dat? Ja, dat was voor de Wereldruiterspelen had ik natuurlijk geen goede voorbereiding. Ik was natuurlijk vanuitgaan dat ik met Onderkoffer kon. En twee dagen ervoor ging dat in één keer niet door een blessure van Onderkoffer. En toen moest Voice. En die had eigenlijk al een beetje vakantie. En dat moest allemaal te snel. En dat werkt gewoon niet. En achteraf had je gezegd, misschien had je het beter niet kunnen doen. Maar je wil dan ook voor het team, want hij was natuurlijk reservepaard, wil je dat ook niet zeggen van ik ga niet. Dus we hebben het geprobeerd. En dat was niet helemaal eerlijk ten opzichte ook van het paard dat het dan allemaal te snel moet. En dan zie je ook, dat gaat het niet. En nou kan ik rustig naar die wedstrijden toe werken. En dan voelt hij ook goed aan. En dan doet hij het ook gewoon. En dan geeft hij me ook een fijn gevoel. En in Göteborg was het nog een beetje groenig, zeg maar, aan het begin van de proef. Want dan is de eerste keer sinds Kaan was hij toen weg. En nou merk je alweer dat hij veel meer zich beter voelt in die ring alweer. En dat is natuurlijk super. Ja, ik vond het er ook al... het zag er gewoon goed uit, heel mooi vloeiend. Alleen op het einde net, bij het afgoeten, wat deed hij toen? Want volgens mij deed hij in Göteborg precies hetzelfde. Ja, dan heeft hij zo'n hikje af en toe, dan wil ik halt houden. En dan denk ik, nee, ik ga nog even door. Maar je moet toch een keer halt houden. En dan stopt hij eigenlijk en dan gaan de achterbenen nog even een keer omhoog. Ja, dat is denk ik een beetje hengst ook eigen. Ja, ik denk dat je heel tevreden kan zijn op dit weekend. Gisteren natuurlijk ook al met Zonik, denk ik, iedereen op de tribune omvergeblazen. Ja. En voor morgen, daar ga je ook weer met allebei de paarden aan start? Ja, allebei moeten we kuur rijden. Dus ik zie met spanning uit naar morgen. Morgen beginnen we weer op nul, dus we zullen het zien. Nou, heel veel succes. Wij kijken ook met spanning uit. En zo dadelijk om 4 uur gaan wij hier verder met het springen. En morgen kunt u natuurlijk ook de hele dag hier genieten van die mooie dressuur op Indoor Brabant. Vanaf 11 uur 's ochtends beginnen wij daarmee. Dus blijft u vooral kijken.